Het is net iets, het is een soort verzamelnaam, het is net iets als een naam voor een genre eigenlijk. Net zoals je disco een bepaald genre is, je hebt allerlei manieren om disco te spelen, heb je ook allerlei manieren om timba te spelen. Ik zal even in het kort het concept vertellen. Jullie kennen allemaal de klaven, is het bekend? Je hebt de songklaven en de rumbaklaven. Ik zal het even kort herhalen. Dit is de songklaven. De rumbaklaven is de derde tikbaklaven. Kijk. Ja. Oké. Nou, hoe ik hem nu begon, dat noem je, dat is een concept binnen die muziek, dat noem je 3-2. Dus dat wil zeggen de eerste maand 3 tikken en de tweede maand 2 tikken. Dus 2, 3, 1, 2. Oké? 2, 2, 3, 1, 2. Ook voor de rumbaklaven. 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Dat concept noem je 3-2. Dus het houdt in dat er ook een 2-3 is. En dat is precies hetzelfde ritme, maar je begint op de tweede helft. 1, 2, 3, 4, 10.